Mevrouw Kuiken. Oh, sorry. Voorzitter, ik had me voorgenomen wat aardiger te worden in dit huis. Maar er komt wel een hoop onzin uit de mond van deze staatssecretaris als het gaat over armoede en de onderstand bijstand. Want ze zeggen stap voor stap naartoe, maar we zijn inmiddels 11 jaar verder. En dat heet niet voor niets een armoedegrens, omdat dat de grens is die je minimaal moet binnenhalen aan inkomen om gewoon te kunnen eten, te kunnen slapen en je kinderen van groente en fruit te voorzien. En daar voldoen we gewoon niet aan. En het gaat hier niet over landen die gekozen hebben voor onafhankelijkheid. Het zijn gewoon 3 Nederlandse gemeenten die al 11 jaar achtergesteld worden. En dan hoor ik allerlei onzin voorbij komen als ja, aanzuigende werking. Hoezo? Je moet minimaal 5 jaar op het eiland wonen. Wil je daarvoor in aanmerking komen? De meeste mensen willen werken, maar zijn ontslagen bijvoorbeeld door corona. En ten derde, de mensen die het werk kunnen krijgen, hebben vaak 2 tot 3 baantjes. Dus dat verkapte gevoel van God zijn luie mensen en daarom moeten we de onderstand niet voorkomen, verhogen. Echt waar, ik word er echt een beetje spuug en spuugzat van. En hij zegt het niet letterlijk, maar onbedoeld wel bijna. En ik vraag dus maar echt af, ik weet dat er nu een motie ligt om het wettelijk minimumloon te verhogen. Ik ben het niet eens met de dekking. Wij zoeken samen met GroenLinks naar alternatieven. Er ligt een amendement op de bijstand. Ook dat zal misschien nog aangepast worden. Maar kan het nou niet zo zijn dat het kabinet zegt, joh, die 1 miljoen euro voor het komende jaar gaan we in ieder geval vast regelen? Zou dat niet gewoon fatsoenlijk zijn na 11 jaar? Ja, voorzitter, ik heb uitgebreid. Allereerst, volgens mij is mijn betoog volstrekt consistent met alle betogen die ik hierover gehouden heb. En dat geldt zeker ook voor de collega's in het kabinet. Dus ik begrijp niet helemaal de opwinding bij mevrouw Kuiken op dit moment. Voorzitter. Nee, ik maak hier bezwaar tegen. Nee, de staatssecretaris is aan het woord. De staatssecretaris is aan het woord. Ik ga hem niet onderbreken. De staatssecretaris is aan het woord. Daarna mag u weer reageren. De staatssecretaris is aan het woord. Op het moment dat er even emotie is, omdat het hier gaat over mensen in armoede en dan weggezet wordt als een karikatuur opwinding. Ja, ik ben nu opgewonden omdat ik me hier kwaad over maak. Doe dat gewoon niet. Geef een inhoudelijk antwoord en zorg dat je wegblijft bij dit soort dingen. De staatssecretaris. Ik heb gewoon inhoudelijk antwoord gegeven de hele tijd al. En dat is gewoon een volstrekt consistente lijn in met wat ik eerder en wat het hele kabinet eerder gezegd heb. Overigens hebben wij de afgelopen 4 jaar echt enorme inspanningen op dit punt geleverd. Zijn wij er waar we moeten zijn? Nee, we zijn er nog niet. Dat heb ik ook altijd gezegd en dat heb ik ook nooit ontkend. En dat heeft de minister van Sociale Zaken of staatssecretaris van Sociale Zaken ook niet gedaan. En als mevrouw Kuiken zegt, er is te weinig gebeurd in de afgelopen jaren. Ja, daar ben ik met u eens. Het kabinet, voor dit kabinet, heeft niets gedaan aan de bestrijding van de armoede. Helemaal niets. Helemaal niets. En dat hebben wij wel opgepakt. En ik ben heel blij dat we het gedaan hebben. We gaan ermee door. Maar ik heb zojuist aangegeven dat juist vanwege die dimensionaire status dat wij niet op dit moment onszelf in de gelegenheid zagen om dat nu structureel te regelen. Ik vind ook dat je dit niet incidenteel moet doen. Je moet dit structureel dekken. Dit is een onderwerp wat gaat over bestaanszekerheid en je moet mensen perspectief bieden. Daar willen wij ook aan werken, stap voor stap. En ik ben heel blij, heb ik ook gezegd, met het initiatief vanuit de Kamer. Wat een forse stijging zou opleveren, wat wel gedekt moet worden. Ja, en met al respect, voorzitter, we hebben daar een debat over gehad. En mevrouw Kuiken wordt nu boos en zegt tegen mij van dat ik allemaal onzin vertel. Dat laatste is zeker niet het geval. Want nogmaals, u kunt er natuurlijk erop nalezen. Ik heb elke keer hetzelfde verhaal verteld. U kunt het niet met me eens zijn, dat mag. En u kunt vinden dat wij te weinig gedaan hebben. Maar ik zeg, we hebben meer gedaan, veel meer gedaan dan de 4 jaar of 5 jaar daarvoor. Ik word boos omdat er gesuggereerd wordt dat mensen door de onderstand te verhogen niet meer geprikkeld zouden zijn om aan het werk te gaan. Ik word boos omdat er gesuggereerd wordt dat er dan uitgegaan zou worden van een aanzuigende werking, terwijl dat pertinente onzin is. En ik word boos omdat we 11 jaar lang al mensen gewoon een fatsoenlijk basisinkomen misgunnen. En het gaat hier niet om onafhankelijke landen, dat zijn gewoon 3 Nederlandse gemeenten die we in de steek laten. En tot slot, ik weet dat het vorige kabinet te weinig heeft gedaan. Voor de poorten van de hel hebben we net een onderzoek te uitweten te slepen, omdat er politiek onwil was. Dat onderzoek ligt er nu. Onomstotelijk staat vast wat er nodig is om mensen op een fatsoenlijk inkomen te krijgen. En dit kabinet voert het al 5 jaar lang niet uit. Terwijl alle gegevens er liggen en we weten wat er moet gebeuren. Voorzitter, ik rond gewoon af. Het antwoord is nee, ik hoor het. Maar ik wil het wel bestreden hebben, want ik vind het echt schandalig hoe we omgaan met mensen gewoon in ons koninkrijk, onze Nederlandse gemeente. Voorzitter, dit is apert onjuist wat mevrouw Kuiken zegt. Ik kan niet anders zeggen. Dit kabinet heeft veel meer stappen gezet dan het vorige kabinet.
stap voor stap ook aangegeven door collega Van Ark in der tijd. En we hebben wel degelijk de koppeling gemaakt dat je, als je de onderstand verhoogt, dat dat effecten heeft voor mensen met een baan die ook een inkomen hebben. En dat is juist ook in de interruptie aan de orde gekomen. Dus ik vind dat je dat in samenhang moet bekijken. En ik steun dat volmondig. Wat de collega's van SZ2 daarover gezegd hebben. Ik neem er ook op geen enkele manier afstand van en dit is ook een consistente lijn. Ik wil hier nogmaals zeggen dat als het gaat om armoede, mevrouw Kuiken, dat we hier allemaal, daar hoeven we elkaar niet de maat te nemen, allemaal hebben gezien wat dat doet met mensen. En ik vind ook dat we allemaal de plicht hebben om dat aan te pakken en op te lossen. En dat gaan we ook doen. En ik vind ook dat een nieuw kabinet hier een grote opdracht heeft. En er zijn allerlei partijen die daar een rol in kunnen hebben. Maar ik vind het geen pas geven, eerlijk gezegd. Als u hier heel boos wordt, want u wordt heel boos en zegt dat ik onzin vertel over iets wat in het kabinet daarvoor helemaal niets aan gedaan heeft. En dit kabinet probeert een aantal van die stappen te repareren. Het zou u denk ik sieren, voorzitter, als u daar iets gematigder in zou zijn en ook iets realistischer. Want u mag alles vinden, we kunnen het hartstikke oneens zijn. Maar u legt me allemaal woorden in de mond wat ik allemaal zou suggereren en zo, wat gewoon niet waar is. Het is gewoon niet waar. Voorzitter, tot slot, ik zou de eigen teksten nog maar eens op nalezen, want u suggereert het wel degelijk. En als u het niet bedoelt, wees dan zorgvuldig in de woorden die u kiest. Dat is één. Twee, ik heb nooit ontkend dat dit kabinet stappen heeft gezet. Daar ben ik juist heel blij mee. Alleen ik snap niet, nu we zover zijn en er degelijke onderbouwde plannen liggen, dat je niet en de koppeling trekt, het Kralendijkakkoord ondersteunt en dan ook meteen de onderstand omhoog trekt. En dat je dat misschien nu nog niet structureel regelt, omdat er nou inderdaad nog geformeerd moet worden, dat snap ik. Maar dan is het toch heel logisch om voor het komende jaar wel te regelen. En dat kan ook. Het gaat om 1 miljoen of nog zelfs minder, om dat voor het komende jaar te regelen. Er ligt een motie, de dekking zint me niet, maar ik broed nog op alternatieven, om het wettelijk minimumloon omhoog te doen. Nou, als dat gaat het halen, want dat heeft al een meerderheid. Dan is het toch ook heel logisch om die bijstand er dan meteen bij te pakken. Als de steun er wel is voor het wettelijk minimumloon, waarom dan niet die steun voor die bijstand? Dat snap ik oprecht niet. En tenslotte, allerlaatste voorzitter. Kijk, iedereen die nog steeds het vorige kabinet als excuus neemt om niet stappen te zetten die men zelf kan nemen, ik ben daar wel een beetje klaar mee na 5 jaar. Want de staatssecretaris heeft hier de macht. Het is wellicht zijn laatste debat. Ik zou zeggen gebruiken. Ja, voorzitter, het zou misschien kunnen wat mevrouw Kuiken zegt, maar het is niet zo. Ik ben niet bewindspersoon voor sociale zaken. Ik ga niet over de begroting van sociale zaken. Ja, toch even. Ik bedoel, u staat er een heel verhaal te houden. We hebben daar debat over gehad met de bewindslieden. Er ligt een voorstel uit de Kamer. Ik heb zojuist uitvoerig daar al een reflectie op gegeven. U doet gewoon alsof ik tegen dat voorstel zou zijn. Alsof ik tegen een verhoging van het sociaal minimum zou zijn. Nou, niets is minder waar. Helemaal niets is minder waar. Ik zou blij zijn als het gebeurt. Maar je moet het stap voor stap doen. En ik vind overigens de stap die vanuit de Kamer nu gezet gaat worden, vind ik niet een kleine stap. Dat vind ik een behoorlijke stap. Dus toch even de opwinding, voorzitter, zeg maar, op die manier zoals u dat nu doet, vind ik echt onterecht. En doet ook geen recht aan de inspanning van het hele kabinet. Kijk, en als u zegt dat wij te weinig gedaan hebben, dan mag ik zeker reflecteren op wat de jaren daarvoor gebeurd is. Want u bent begonnen in 2010. Ik ben niet begonnen in 2010, nu ook niet. Maar er zat nog een kabinet daarvoor en die hebben gewoon niet zoveel aandacht gegeven aan die eilanden. Het spijt mij zeer. Wij gaan dat voor een deel repareren. En het volgende kabinet zal dat ook moeten doen. Het is niet zo dat het allemaal op orde is. Daarvoor zijn er te veel problemen. Daar zijn we het ook over eens. Maar ga nou niet doen alsof ik hier als uw tegenstander ben op een onderwerp waarvan we hier allemaal vinden dat er stappen gezet moeten worden. Dat begrijp ik niet, voorzitter. En ik dank natuurlijk voor alle antwoorden. En ik ben misschien hier en daar wat fel. Maar als dochter van een bijstandsmoeder gaat me dit aan het hart, waar we ook zijn in het Koninkrijk. En daar zal ik me voor blijven uitspreken. Heel goed. En dan hopen wij. U heeft een vraag aan mevrouw Kuiken. Het woord is aan u. Mevrouw Simons. Dank u, voorzitter. Mevrouw Kuiken, het doet mij een beetje zeer dat u de behoefte voelt om zich te verontschuldigen voor een zeer oprechte emotie die op een zeer oneerbare wijze wordt geadresseerd. Ik wil u vragen dat niet te doen. Uw emotie was oprecht en zeer gepast. En de kwalificaties die daar vervolgens op worden losgelaten, die waren niet gepast. En wellicht dat de maker daarvan, dat die misschien straks nog een excuus wil maken, dat zullen we zien. Maar ik hoop dat u zich niet verplicht voelt om u te verontschuldigen voor iets waar eigenlijk een gebrek is aan iets in deze Kamer. En dat is oprechte betrokkenheid, zeker als het om dit soort misstanden gaat. Voorzitter, dank voor de steun. Nee, ik verontschuldig me niet voor mijn felheid. Ik probeer alleen nog een extra laag eraan te geven. Dat mijn betrokkenheid niet alleen maar komt omdat ik veel op de eilanden kom, maar ook omdat ik me een klein beetje kan inleven, onvergelijkbaar natuurlijk qua grootheid,
Maar waar zij dagelijks tegenaan lopen en dat je keuzes moet maken. Oh, heb ik wel of niet een luier? Kan ik wel of niet eten kopen? Kunnen we wel deze maand wel of niet de huur betalen? En of hebben we überhaupt een dak boven ons hoofd? En dat raakt mij inderdaad. Dank u wel. Dank u wel.